NEC heeft het kampioenschap weer in eigen hand. Fortuna morst de punten, de Nijmegenaren wonnen met 2-1. Arnoud, jullie komen met 1-0 achter. Dan zet jij de turbo even aan en dan schiet je hem fantastisch binnen. Hoe doe je dat? Hoe ik dat doe? Ja, het is puur intuïtief. Ik denk daar niet over na. Het komt gewoon in me op. Ik chip hem, ik stift hem als het ware over hem heen. Versnellen. Ik kap tweede man naar binnen en ik ben in de 16. Ik denk, ja, ik haal hem uit en hij ging er mooi in. Ja. Hoe groot was de opluchting net in de kleedkamer? Ja, groot. Je ziet dat Fortuna 1-1 heeft gespeeld. En dat doet goed. Ook nog in de wedstrijd. Volgens mij kwamen ze 1-0 achter. En dan kreeg je nog extra boost met supporters erachter. En gelukkig hebben we de 3 punten over de streep getrokken. Ja, ik denk dat we eerst nog niet zo slecht spelen. Ik denk dat het lastig was met die 5-mans verdediging van hen. Ik denk, je maakt gewoon een geweldige goal. Krijg je meer boost, krijg je meer energie. En dan dende je gewoon door. En ik denk dat het gewoon een terechte overwinning is. Ik bedoel, wij hebben gewoon geprobeerd ons spel te spelen. Ik denk dat dat ook gelukt is. We hebben de eerste helft gewoon goed gespeeld. Dan ga je met 0-0 de rust in. Ja, vol vertrouwen, want je weet dat je gewoon de eerste helft al eigenlijk een goaltje mee had moeten pakken. En dan is het als je de 1-0 tegen krijgt wel even een klap. Maar ja, gelukkig, zo zie je maar eens voetbal. In een split second is het weer omgedraaid. En 1-1 en je trekt de wedstrijd nog met 2-1 over de streep. Ik heb jou wel vaak in de eerste helft het voortouw zien nemen en zien gebaren naar je medespelers. Heb je nog iets in de kleedkamer gezegd in de rust? Nee, ik denk dat ik heb al gezegd van we moeten gewoon zuinig zijn, 20 meter voor de goal. Ik denk het veldspel tot 70 meter, 60 meter van de goal af van ons is oké. Maar de laatste 30 meter, dat is gewoon slordig en dan creëer je heel weinig kansen. Dat zie je ook wel. En gelukkig met een zondagschot van Arnoud kan dat de wedstrijd. En daar ben ik wel blij mee. Maar weer zonde hoe je zo doelpunt weggeeft. Je maakt het zelf alweer moeilijk. Het is niet de eerste keer en daar moeten we echt op scherp moeten op zijn. We hebben nog genoeg wedstrijden. En zulke foutjes kunnen we niet meer permitteren. We zitten niet in de eindfase en alles moet gewoon strak en gefocust zijn. En niet de goal zo makkelijk meer weggeven. We zijn er nog niet. We hebben nog een aantal wedstrijden te gaan. En er valt niks te vieren. Dus we moeten gewoon scherp blijven. Morgen gewoon recovery pakken. Fit zijn voor de aanstaande wedstrijd. Want die is ook weer belangrijk. En, wordt je nu steeds stuivertje wisselen en dat is niet de bedoeling. We hebben het weer in eigen handen en dat moeten we vasthouden. En, niet te lang feesten, want er valt nog niks te vieren. Top, dankjewel.